Ja, die is klaar. Daniel Knibbeler, zijn coach, achter hem. Hij zal hem even een licht geven naar de rekstok. En nu gaat het moment beginnen. Hij had 15.600 in de kwalificatie. Kan de leeuw van Lemmer de draak van China verslaan? Dat is de vraag die al beantwoord is. Mits hij deze oefening vlekkeloos uitvoert. De anderhalve draai in de ellegreep. Dat is goed. Dan moet nu gaan vliegen. Dan moet het nu gaan komen. De Cassina gestrekt. Jawel. Onmiddellijk. Jawel. Hij heeft de tweede te pakken. De eerste combinatie is er. Dan moet de Coleman komen. Hier komt de Coleman. Jawel. En daar komt de Gaylord 2. Hij heeft het gehaald. Vier vluchtelementen op rij. Maar dan is het nog niet klaar. Hij gaat door. Hele draai in de ellegreep. Dan nog het doorsteken naar een halve draai. Jawel, dat gaat goed. Werk netjes, Epke. Het gaat om de foutjes. Hou de foutjes buiten boord. Ga door. Hele draai, de kwast. Nu moet hij nog vliegen. De Flying Dutchman. Hij gaat daar omhoog. Hij vliegt. Epke Zonderland. Doet weer een fantastische oefening met vier vluchtelementen. Het is zijn plan A wat hier volledig tot zijn recht komt. En hij krijgt hier ook al een applaus van Uchimura. Ja, sinds Londen heeft iedereen grote waardering voor Epke Zonderland, de grensverleggende turner. En hij heeft hier gekozen voor de combinatie van twee vluchtelementen, daarna weer twee vluchtelementen. Dat is een plan A, want hij zegt daarmee kan ik het net turnen. En kijk eens hoe keurig die benen houdt, gesloten, precies op armlengte afstand pakt die rekstok weer. Het is een perfecte timing. Het is ongekend. Hier zien we de Coleman techniek. En zie, hij reikt naar de rekstok en hij pakt ze met rechte armen. Dan komt nog de Gaylord 2. Dat is die salto voorover. Dan pakt hij een ondergreep. Kijk, hier is hij. En dan gaat hij gelijk door in de reuzendraai, een ondergreep. Het ziet er allemaal zo eenvoudig uit. En het is niet eenvoudig. Het is uniek wat hij doet. De hele wereld bewondert hem wat hij hier aan de rekstok laat zien. En het zijn niet alleen de hele wereld. Het zijn ook die miljard Chinezen die hier zien dat een turner uit zo'n klein landje al die Chinezen met al die internaten hier eigenlijk gewoon ja, de draak mee steekt, zo zou je het kunnen zeggen. Epke Zonderland heeft hier weer een formidabele prestatie geleverd. En ja, dat kan niet anders. Dat hij moet hier boven die 15.725 komen. En hij gaat zelfs boven de 16. Hij gaat naar 16.225. Kijk, 7,7 plus 8,525. Hij heeft dezelfde uitvoeringsscore als Uchimura, maar heeft een halve punt moeilijker in de D-score. En komt op 16.225. Een score die we in deze Olympiade na Londen nog niet hebben gezien op het scorebord. Hij heeft zichzelf overtroffen. Kijk hoe die vliegt. En hier vliegt hij, Epke, door het luchtruim, hier in Nanning. Voor het oog van een miljard Chinezen. Heeft hij ze allemaal te pakken gehad. Hij heeft zo vaak in de Chinezen zijn meerdere moeten erkennen, maar nu niet meer. Hier heeft hij ze verslagen, de leeuw van Lemmer. Speelt de draak met de turners uit China. En hij staat nu, Epke, bij Vlado. Epke Zonderland, weergehaald, gefeliciteerd. Ja. Hoe doe je dit? Ja, heel goed focussen denk ik. Ik weet echt niet meer hoe die vluchtelementen precies gingen. Normaal weet je wel, nou, dat was zo netjes, ik weet het gewoon niet meer. Dus waarschijnlijk zat ik volledig in de flow en goed gefocust. En pas op het eind werd ik een beetje wakker bij het ene laatste element. Maar daarvoor was het gewoon in de flow en gaan. De zoete wraak, hè, van Rotterdam, 4 jaar geleden. Ja, ja, ik heb er serieus de afgelopen paar weken wel aan gedacht. Maar dat zou toch echt mooi zijn als het hier wel gaat lukken om te winnen. En het draait er al om. Maar ja, het ging gewoon zo goed. Ik heb afgelopen weken hier natuurlijk voorbereid op die oefening. En had toch een beetje moeite met die rekstok. Het ging uiteindelijk wel goed, maar ik moest wel heel erg anders inzetten dan ik gewend was. En ik kwam hier met de podiumtraining en was gewoon zoals ik gewend was. Dus deze rekstok is gewoon perfect voor mij. En daarom hoef ik ook niet zo bezig te zijn met techniek. Ik kan gewoon lekker op de flow gaan en ja, het ging super.
Heb je nog meegekregen dat je grootste concurrent Sang dat zijn leertje losgoot? En had je dan eigenlijk ook veel meer in strijd van gehad? Je hebt het niet meegekregen? Ik zag dat hij eraf ging, maar de reden wist ik niet. Maar dat is wel echt heel zonde, ja. Had je toch meer een strijd gewild? Ja. Ik, op zich met Oesemoeren was het ook nog een strijd, want die turn een hele gave oefening. Maar Seng Long kon hoger, denk ik. Die scoorde sowieso 15-9, dus hij kon boven die 15-7 komen. Maar ja, weet je, op dat moment zelf in het toernooi ben je zo, ben je eigenlijk met jezelf gewoon aan het strijden. Dat was je relaxed? Dat was altijd inderdaad in het interview. En zo was het ook. Het is gewoon je eigen oefening. En op dat moment, als het goed is, beïnvloedt de wedstrijd me niet meer. En zo was het vandaag ook. Was je relaxed? Ja, je bent nooit relaxed, maar wel gewoon onder controle. Gewoon goede spanning, maar geen trillende handen. En ik voelde me gewoon heel goed. Ja. Waar eindigt dit? Ja, geen idee. Ik heb het idee dat ik elk jaar beter word. Tuurlijk was het afgelopen jaar was er wat meer een strijd om die oefening door te komen. Maar dit zijn de oefeningen waar je van droomt, zeg maar. En ik ben nog steeds groeiende, dus super. Op wat voor manier ga je nou om met de druk? Zhang is een publiekslieveling. Honderden miljoenen Chinezen kijken. Jij kan eigenlijk alleen maar van jezelf verliezen. Klopt, hoe ik ermee omga is gewoon kijken hoe de trainingen gingen en dat ging heel goed. Ik heb videobeelden van, die heb ik gisteravond nog even nagekeken. Ja, dan denk ik gewoon, als het zo gaat, dan zit het wel goed. En eigenlijk elke keer dat ik ervoor ging om een half of een hele oefening te doen, dan lukte het ook. En dat geeft heel veel zelfvertrouwen en daarom ben je er ook rustig en vertrouwd op dat het vandaag ook gaat lukken. De Men's Horizontal Bar Final Award Ceremony. Wat een geweldig moment voor het Nederlandse turnen. En daar is hij, onze man. Epke Zonderland. Heerser aan het hoogrek. Ik denk terug aan 2007. WK Stuttgart, waar hij net naast de medaille schreef. Hij werd vierde, maar het gaf hem wel een Olympisch startbewijs. Hij mocht van het NOC-NSF deelnemen in Peking. En in Peking haalde hij de finale. Maar in die finale ging hij in de fout. Toen had hij last van een leertje. En Zhu Kai, de Chinees, won. Die won goud. Een jaar later was het 2009 in Londen. Epke turnde fantastisch. Maar Zhu Kai, de Olympisch kampioen, werd wereldkampioen. De Chinees overwon de Hollander. 2010 in eigen land, Ahoy Rotterdam. Epke leidde het klassement tot de laatste turner, Zhang, kwam. En die pakte het goud net voor zijn neus weg. Het werd zilver. 2011, Tokio. Epke maakte een fout. En Zhu Kai werd weer wereldkampioen. 2012, Londen, Olympische Spelen. Epke, een grensverleggende daad. Zoals hier, op dit WK in Nanning. Epke Zonderland prolongeert zijn wereldtitel van Antwerpen. Zoals hij dat dit voorjaar al deed bij de Europese kampioenschappen. Europees en wereldkampioen in één jaar. Dat is ooit nog maar één turner gelukt voor hem, een Nederlandse turner. Jurie van Gelder, in 2005 werd hij Europees en wereldkampioen aan de ringen. En nu is het Epke Zonderland die dit ultieme prestatiedoel bereikt in één kalenderjaar. En niet alleen prolongeert hij zijn titel, hij doet dat hier voor het front in de Chinese natie, waar meer dan 1 miljard mensen weten wat turnen inhoudt, waar turnen belangrijk is. En nu had Zhang de pech van een leertje wat brak, maar ook Uchimura, de man uit Japan, werd met een halve punt terechtgewezen dat er maar één standaard is die de absolute wereldtop nu uitmaakt. Dat is bepaald door Epke Zonderland. De leeuw van Lemmen. En hij staat hier als een vorst. En we zijn trots om nu het Wilhelmus te horen. Ja.
Epke Zonderland, tweevoudig Europees kampioen, Olympisch kampioen en nu tweevoudig wereldkampioen. Waar gaat dit eindigen? Nou, voorlopig nog niet, want hij gelooft in groei en ontwikkeling en die heeft hij nog steeds. Een prachtig moment. Hier in Nanning, in China, in het land van de grote turntraditie. Tussen de man uit Japan en de man uit Kroatië kan er maar één wereldkampioen zijn, Epke Zonderland.